Yo jongens, Krantenkieren. Vandaag zijn we weer terug met een nieuwe vlog. Welkom allemaal bij de video. Leuk dat jullie weer kijken. Het is eventjes geleden, maar ja, ik heb de afgelopen dagen echt alleen maar opgenomen. En that's it. Ik heb nog wel even de tuin gedaan. Dus wil je een tuinshot zien? Nou weet je wat, doe eerst even het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan mogen jullie nu een tuinshot zien. Dan kunnen jullie zien hoe ik mijn tuin heb opgeruimd. Fantastisch leven heb ik ook altijd weer. Het is tijd om eens eventjes deze rommel allemaal flink op te ruimen. Want zoals je ziet, wat een bende. En ik denk dat ik die Minecraft ding als tafel kan gebruiken. Dus dat gaan we even doen. Let's work. In de rain. Zo jongens, het begint nu ook precies weer te regenen nu ik klaar ben. Nou, dat moest even gebeuren dit. Het gras moet ik nog een keer maaien, maar het is gewoon te vochtig nog. Dus ja, het resultaat. Een beetje de plantjes eruit getrokken zo. Het moet toch weer nieuw in volgend jaar. En dit ook een klein beetje schoon zo. Even net wat beter. En ik gebruik die wel even als tafel voorlopig. Dus het ziet er op zich wel leuk uit. Die bank moet ook nog naar de stort. Moet ik alleen de dekens er even uitkloppen. En zo maak je even de tuin schoon in de winter. Is het niet fantastisch? Het is fantastisch. We zijn er helemaal blij mee. Ik hoop jullie ook. Wou ik toch nog even delen. Want ik weet niet of ik dus vandaag, deze dag, een hele vlog vol krijg. Dus anders zit ik gewoon bij de tweede dag in. Dus vandaar. Gewoon even een mini shotje dat ik de tuin doe. Dat is wat iedereen wil zien, toch? Dat is fantastisch. Oh, en nog één dingetje. Trine die gaat zondag, dus dat is morgen voor mij, naar huis. Die was 2 weken vrij, dus ze was 2 weken bij mij. Dus ik ben echt puur even gefocust op de vloggen. We hebben nu even de vlogs lekker even een paar afleveringen gemaakt, zodat het kanaal een beetje vol staat. Dus top. Daar ben ik ook serieus blij om. Support is super chill. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor alle support. Ja, iedereen vindt het leuk, de vlogs. Dus ik ga er zeker mee door. Het zullen niet elke dag vlogs maken, heb ik ook in de eerste video al gezegd. Want ik kan niet elke dag dus wat doen. Ik heb dat deze week een beetje geprobeerd. Maar daardoor kan ik veel minder game video's opnemen en zo. Dus volgende week moet ik echt weer knallen. Als goed schrijf met Jan, Jaraski, voor de mensen die die kennen, even nog opnemen, GTA video's en dingen. Dus er komen weer leuke video's aan, er komt nog een update van GTA aan. Dus ja, de gaming channel gaat lekker, maar de vlogs zullen blijven komen. Maar niet elke dag, dat herhaal ik vast even. En als je nog niet geabonneerd bent, abonneer even en doe dat duimpje omhoog. Nou, dan gaan we weer verder met de orde van de dag. Yes, nou ja, dat was dus de tuinshot. Leuk hè. Lekker de tuin gedaan, fantastisch. Jack, kom er eens even bij, kom er eens even naast. En we hebben ook nog een film van Jack. Jack zat tv te kijken toen straks. En we kijken, dan zit hij te kijken naar een muis of een ding die beweegt. En het gaat dus zo. Oké, jongens, ik heb even iets grappigs. Jack zit hier naast de doos en hij zit een beetje te kijken naar de tv. Want ik heb dit aanstaan. Dus ik ga nu op play drukken. Let op de kat. Vind je het leuk? Dat kun je dus met katten doen als ze zich vervelen. Dan doe je gewoon zoiets aan. Maar je tv gaat wel kapot, want hij springt gewoon de tv in. Dus daar moet ik echt even voor passen. Dus ik hou snel op, want dit gaat niet goed komen. Pauze. Ja, Jack, leuk hè? Nou, hij vond het wel leuk. Ja, hij vindt het wel leuk. Zit hij echt te kijken? Hij zit nu ook naar allerlei lichtjes en dingetjes te kijken. Nee, maar we moeten even de bom drogen. Dus we moeten even een kacheltje bij de bom neerzetten. Dan ga ik gewoon even voor in de schuur. Want ik heb achter een schuurtje, maar voor heb ik nog een schuur bij het huis. Dan gaan we daar eventjes die bom neerleggen en een kacheltje erbij aanzetten. Dat is denk ik wel even een goed idee. En ik moet even mijn auto iets poetsen, want het is een beetje vies. En ja, dat gaan we gewoon even doen. Dus let's do this. Alright, nou sta ik hier in het kleine schuurtje. Het blijft vochtig. Het is echt gewoon kak. Het blijft gewoon vochtig. Het is zo vochtig weer de laatste tijd. Dus het blijft hier, ook in dit hokje hier. Met een gereedschap blijft het vochtig. Dus, kom ik natuurlijk met een top idee. Ja, een heel mooi idee. Kijk, we hebben een kacheltje. Die had ik nog staan boven. Die doen we gewoon aan het stroom zetten. En dan hebben we hier de rook. Maar check, hij is bijna verbrand door de heater. Er kwamen allemaal brandplekken in. Dus dat was geen succes. Dus dit verwarmingskacheltje werkt, hoop ik, beter. Die gaat hier zo een beetje opblazen. En als we dat even een avondje doen, denk ik dat hij wel redelijk warm wordt de aankomende tijd. Dus dat is het plan.
En de sterretjes vallen eruit, dus ik moet die bom nog sowieso weer een keer aanpassen. Maar laat het maar eerst eens even drogen allemaal. Dat dus dat is fantastisch. Deurtje dicht, binnenkort stroom erop, verwarmen, klaar. Het ziet er nog steeds leuk uit, nice. Ben ik wel blij mee eigenlijk zo. In ieder geval weer een beetje netjes opgeruimd, dat is mooi. Nou wil ik alleen nog eventjes mijn auto even iets wassen, want er zitten wat van die vliegen op, weet je wel. En dan moeten we gewoon even afhalen. Dus ik pak even een sopje en dan... Jack, wat is er? Wat is er? Ga ik balkon aan de kant. Niet naar buiten, veel te koud. Veel te koud, frikandelbijter. Deur op slot zo, hè. Kijk, veel te koud, Jack. Veel te koud. Het is echt koud buiten. Dus ik doe even heel snel een klein sopje op de motorkap. Even die vliegplekken er allemaal af. En dan moet ik hem maar een andere keer even goed wassen. Want dat is wel zo slim, want het is nu echt koud buiten. Laat het maar sneeuwen. Dan gaan we dus een vlog in de sneeuw. Dan gaan we met de auto slippen in de sneeuw. Dat wordt gaaf. We gaan natuurlijk ook nog vuurwerk halen. Ik heb die doos, ga ik ook even laten zien. Ik ga even naar de schuur. Daar hebben we, ja, daar gaan we allemaal vuurwerk in stoppen. Dat lijkt me zo'n vet idee om te doen. En dan heel die doos op te blazen. Dat lijkt me echt gaaf. Ik weet niet of ik dat al heb verteld in deze weekvlogs. Want ik weet eigenlijk niet meer waar ik het over heb in weekvlogs. Dus dat is fantastisch. Laten we eerst maar eens even wat water pakken. En kijken of we die auto iets kunnen wassen. Dan moeten we eigenlijk de achterkant dus ook allemaal doen. Maar het gaat me vooral even om de vliegen. Weet je wel, die vies. Jullie zien echt helemaal niks. Laat ik het maar overop houden. Jongens, jullie moeten nodig naar bed. Kom, nee, half vijf. Nee. Naar bed. Nee. Nou. Nee, ik ook niet. Dus ik ga snel weg nu. Ja, mensen die herkennen je altijd. Maar weet je, als ze plein staan, is hartstikke leuk. Want dan kun je ook gewoon lekker gedag zeggen en zo. Want ik heb nu de voorkant even een beetje gewassen. En nu ga ik natuurlijk nog eventjes naar zo'n wasstationnetje. Gatsi Darry, ik vergeet mijn portemonnee. Nou, sorry auto, je stond heel even aan voor niks. Ik ga even snel mijn portemonnee pakken. Zo, so, car is weer clean. Bij de car cleanen. Even weer even afgespoten. Uiteindelijk heb ik hem helemaal ingespond. Maar ja, zo ben ik altijd denken van, nou oké, doe even snel. En dan sta ik hier weer een half uur te poetsen. Maar is die wel weer mooi schoon en blinken. Maar het is donker buiten, dus je ziet er echt gereed van. Dus ja, om het resultaat te laten zien doen we morgen wel dan, weet je wel. Het stelt ook allemaal niks voor. Ik moet nu naar huis snel, want ik moet zo gaan livestreamen en ik moet nog eten. Dus ik moet heel snel eten maken. Dus ik denk dat ik gewoon even snel in de magnetron gooi en dan livestreamen maar. Yes, my life is good! En dan kan ik morgen weer wat leuks gaan doen. Dan gaan we eens even bij die rookbom kijken en dan kunnen we dus de vlog eindelijk afmaken. Want dat duurt wel even, dus dat ga ik nu doen. Nou, dit is weer fantastisch. Het is knettertje druk hier. Het is ook weer niet te geloven. Het is altijd hetzelfde liedje hier. Alles wordt zo knettertje druk, jongen. Ik rij hier gewoon op een poepweggetje en het is druk. Iedereen is klaar met werken namelijk. En ik dacht van, ik ga mijn auto wassen. Beetje domme fout van mezelf. Nooit meer om 5 uur je auto wassen. Dit is niet echt chill. Top. Ik wou hem nog even droog rijden. Nou, dat wordt dus in de file droog rijden. Dat is weer top. Kan ik hem beter gaan afdrogen. Maar ik heb daar geen goede doekjes voor, dus dat vind ik kak. Dus ik moet gewoon even kijken waar het wel rustig is. En dan ga ik gewoon het heen en weer rijden. Ik rij alleen maar rondjes. Oh, en nog iets. Die stond net een Ferrari. Ja, die stond hier net een Ferrari. Dus ik ga even kijken of ik die kan laten zien. Staat hier wel een Tesla? Maar ja, daar hebben we niks aan. Het is elektrisch. Het moet geluid maken, jongens. Hè. Moet wel geluid maken. Maar als het goed is, staat die Ferrari nog. Ik hoop het wel niet. Ik kon net laten zien, want ik reed er voorbij. Nu heb ik toevallig mijn camera in de hand. Dus kan ik het laten zien. Als ik geluk heb. Staat die er nog? Ja, hij staat er nog. Oh, nice. Hier. Ik hoop dat je hem kan zien. Nice, dikke Falale. Leuk, leuke pak. Mooi ding, ik weet niet welke het is, dus laat me in de comments achter welke Ferrari dat is. Oké, nou ga ik weer rijden, want een beetje gevaarlijk zo. Miauw, miauw, miauw. Tijd voor gezond eten. Ja, toch wel. Maar met een kipcorn erin, want ik kom hier bij mijn ouders en ik krijg een kipcorn. Die moet ik per se opeten. Dat is allemaal de schuld van Marjolein. Speel even wat leuks. Nee, ik ben niet pro. Kom op, doe even één dingetje dan. Ja, ik denk... Zo, lekker. Ja. Mooi hoor. Wel hè? Iedereen vindt je kwaliteit nu wel top, denk ik. Nee, dan moet je zeggen wat ik moet doen, man. Vader Jacob. Ja, dat kan ik niet. Dat is super simpel. Dat is dit. Ja, kijk hoe ingewikkeld. Ik kan wel altijd een scorejackje zien. Dit heb je geoefend al. Ik vond het wel mooi. Een 10. Zo, we zijn weer een aantal dagen verder, jongens. Eigenlijk echt een hele poos verder. Ja, de GTA-update was. Dus ik heb echt alleen maar GTA opgenomen de afgelopen dagen. Geen leuke dingen kunnen doen. Dus sorry daarvoor. Gewoon niet zulke leuke vlogs eigenlijk. Tenminste, geen goed materiaal. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik rond deze vlog af.
En dan gaan we binnenkort met de bom verder. En dan is het ook weer oud en nieuw. En dan kunnen we vuurwerk kopen. Dus dan wordt het sowieso leuk. Die ene vierkante doos. Vol met vuurwerk. Bommetjes maken. Roken. Nou, dat wordt wel lachen. Gaan we van alles doen. Maar ik heb nog een paar pakketjes binnen. Dat is wel leuk. Dat is wel leuk. Lijkt me. Logitech. Thank you very much. Happy holiday. We hebben toch nog een kerstpakket met handscans. Ja, ja. Handscans erin. Thanks. Dit is volgens mij zo'n sjaal. Ik zal me zo doen. Ja, dit zit wel chill zo. Hallo? Ja, dat is fantastisch. Ja, nou, dat zit lekker zo hoor. Vind ik leuk. En nog een muts. En een muts. Man, wat fantastisch dit. Hoe cool. Heb ik een Logitech merk muts. Nou, dus ik ben helemaal winter ready. Kijk eens even aan. En een fantastische mok. Yes, nou kan ik melk drinken. Yes. Oh, lekker. Weet je, uit de mok. Dus ik warme chocolademelk, weet je. Ik ben totally ready voor de kerst. En de sneeuw, laat me vallen. Met de auto gaan we dan driften door de sneeuw. Daar heb ik trouwens echt heel veel zin in. En dartpijltjes heb ik even gehaald. Tenminste, andere tips. Ik heb van die windmouw dartpijltjes gehaald. Daar kunnen we lekker mee darten. Ik zal binnenkort wel weer een keer een potje darten filmen. Dat is wel grappig om te doen. Tenminste, ik hoop dat jullie het leuk vinden. Dan heb ik dat in een hoesje zitten hier allemaal. En dan heb ik eigenlijk hier al gewoon allemaal shifts zitten. Flights, hier zo allemaal kleurtjes en dingen. Ik weet niet of je het goed ziet. Maar ja, die hebben er allemaal in zitten. En dit zijn Terine's dartpijltjes. Die zijn roze. Nou, welke pijls vinden jullie het mooist? Die van Terine of die van mij? Nou, laat het maar eens even weten in de comments. Dus de roze of de rode pijl. Dit loopt van zwart naar rood af. Nou, ik weet niet of je dat echt heel goed kan zien. Maar, very beautiful. Dus mooie dingen. En dan heb ik boven een dartbord gehangen. En dan heb ik een ring omheen zitten. Maar dat past net niet. Dat laat ik nog wel een keer zien als we gaan darten. Dus fantastisch. Maar ik heb ook buiten een dartbord. Maar het wordt een beetje koud om buiten te darten. Dus vandaar dat ik dat maar eventjes niet meer doe. En voor de rest hebben we de stufzukker in de woonkamer. Dit is de stufzukker in de woonkamer. Heel erg blij mee. Jack heeft ook deze kerstboom omgegooid. Dus die is ook echt verkloot. Gewoon helemaal in een deuk in de boom. En alles ligt daar een beetje bij elkaar. Dus bedankt Jack. Top. Dat heb jij gedaan Jack. Gakbal. Ja, daar zijn we niet echt bepaald blij mee wat je hebt gedaan. Ja, kun je weglopen met je anus? Oké, zero F's. Dus, doe het duimpje omhoog en ik zie je snel mogelijk met een nieuwe vlog. En dit was een bij elkaar geraapt vlogje van de afgelopen week. Dan weet je in ieder geval wat ik allemaal heb gedaan. Tumpie up. We zijn snel weer terug met een nieuwe vlog en dan gaan we echt leuke dingen doen. We gaan ook weer een keer even een BMX'en op binnenkort. Ik zie heel veel vragen ervan staan en yes, we're gonna do that. Maar eerst maar eens eventjes de GTA ding allemaal afmaken. Zorgen dat ik voor de voorraad voor kerst af heb, zodat ik ook kerst kan vieren. Maar ik heb in ieder geval Hans Gans. Dus dat is goed hoor Jack. Doei Jack. En doei kijkers. Doei. Tot ziens. Ik hoop dat iedereen een fijne kerst heeft. Maar ik zal vast nog wel van tevoren een vlogje uploaden. Dus tot straks. Oh, koud. Komt-ie.